Deze mensen werken samen met honderden anderen bij Redland Dakproducten in Nederland. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie en verkoop van beton- en kleidakpannen en de verkoop van andere daktoebehoren zoals dakramen. Het bedrijf maakt deel uit van de internationale Redland-organisatie, waarvan het moederbedrijf Redland PLC in Engeland gevestigd is. Redland heeft vestigingen in bijna alle werelddelen. In al die verschillende bedrijven maken meer dan 27.000 Redland-medewerkers de meest uiteenlopende bouwmaterialen die door de eigen Redland-verkooporganisaties over de hele wereld verkocht worden. De Nederlandse organisatie Redland Dakproducten BV bestaat uit drie verkoopmaatschappijen. RBB, Tevenpan en KDN, die elk onder hun eigen naam in de markt actief zijn. Redland Dakproducten in Nederland beschikt over 7 fabrieken in Midden- en Zuid-Nederland, waar alle beton- en kleidakpannen voor de 3 verkoopmaatschappijen geproduceerd worden. Hier in het Limburgse Tegelen ligt een van de oudste dakpannenfabrieken van Europa. Het maken van een dakpan is een oud handwerk. Dat heb ik nog van mijn vader geleerd. Het werken met klei, een natuurproduct, is iets waar je door de jaren veel gevoel voor krijgt. Doordat Redland Dakproducten deel uitmaakt van een wereldwijd concern, profiteren alle medewerkers van de modernste technologische ontwikkelingen vanuit de hele onderneming. Zo wordt er onder andere intensief samengewerkt met Redland Technologies in Engeland. Vroeger maakten we dit soort dakpannen met de hand. Maar dankzij de nieuwste technische ontwikkelingen maken we nu een veel betere kwaliteit dakpan. Die betere kwaliteit begint al bij de grondstof. Voor kleidakpannen is dat de klei die in grote kelders wordt opgeslagen en daar enkele maanden moet mauken, oftewel bezinken. Laagje voor laagje worden dunne reepjes klei uit de kelders gehaald. In het laboratorium wordt de klei steeds gecontroleerd op de samenstelling. Pas wanneer de klei de juiste samenstelling heeft, wordt ze gevacuumeerd en in de uiteindelijke dakpanvorm geperst. In alle Redland-bedrijven staat de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers voorop. Dit zie je terug in de goede veiligheidsmaatregelen op de werkvloer en in het gebruik van veiligheidsschoenen, veiligheidsbrillen en gehoorbescherming. Iedere medewerker draagt zijn eigen verantwoordelijkheid om zich aan de voorschriften te houden. Nieuwe medewerkers ontvangen een checklist van de veiligheidsvoorschriften die ze samen met de leidinggevende doornemen. Daarnaast zijn er regelmatig instructiebijeenkomsten om de veiligheid ook op dat hoge pijl te houden. Mochten er toch nog vragen resten, dan kan men op iedere locatie terecht bij de coördinator van Milieu, Arbeid en Veiligheidszaken. Naast de machinale productie blijft het oude vakmanschap belangrijk. Er worden nog steeds dakpannen en hulpstukken met de hand gemaakt. En dat vind ik nou het mooie van het vak. In de Redland productiebedrijven waar betondakpannen gemaakt worden, bestaat de grondstof uit een mengsel van zand, cement en water. Door het toevoegen van kleurstoffen kunnen dakpannen een verschillend uiterlijk krijgen. Redland kiest daarbij voor milieuvriendelijke alternatieven. Maar voorzichtigheid blijft geboden. Het kleinste beetje dat in het afvalwater terechtkomt, kan grote gevolgen hebben. Daarom zijn ook hier de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om mens en milieu optimaal te beschermen.
Gevormde dakpannen worden automatisch gestapeld op grote wagens die in droogkamers worden gereden. Hier kunnen de pannen onder optimale condities uitharden. Ook dakpannen van klei worden eerst gedroogd om vervolgens in grote ovens gebakken te worden. Deze enorme tunneloven is echt een grote aanwinst voor ons bedrijf. Hij werkt volautomatisch, maar je moet het proces maar goed blijven bewaken. Klei is tenslotte een gevoelig natuurproduct. Elke medewerker bij Redland heeft zijn eigen verantwoordelijkheid voor het werk dat hij of zij doet. Redland wil de verantwoordelijkheden bewust zo laag mogelijk in de organisatie leggen om zo de betrokkenheid van de mensen te vergroten. Soms betekent die verantwoordelijkheid voor het werk ook dat mensen met een bepaalde deskundigheid tijdelijk in een van de andere bedrijven gaan werken, om collega's te helpen of om in pieksituaties de productiecapaciteit te vergroten. Deze flexibele inzet van mensen betekent ook meer zekerheid voor de toekomst, voor het bedrijf en voor de mensen. Vorige week ben ik op het idee gekomen om deze slinder met 2 centimeter te verlengen. In overleg met mijn chef hebben we dit ook gelijk gedaan. Dankzij de platte organisatiestructuur van Redland kunnen goede ideeën snel gerealiseerd worden. En mede dankzij die structuur kunnen beslissingen, bijvoorbeeld over nieuwe investeringen, op korte termijn genomen worden. Dat vergroot de slagkracht van de onderneming en samen met de uitstekende arbeidsvoorwaarden van Redland worden de medewerkers daardoor extra gemotiveerd. Zodra de dakpannen uit de oven komen of de betondakpannen in de droogkamer uitgehard zijn, zijn ze in principe klaar. Maar er gaat geen enkele dakpan de fabriek uit zonder dat die uitgebreid op kwaliteit is gecontroleerd. Dakpannen die de toets van deze eindcontrole niet voor 100% kunnen doorstaan, worden vergruisd en gerecycled. Dat is goed voor het milieu, maar ook goed voor Redland. Een ander onderdeel van het milieu-arbo-veiligheidsbeleid is gescheiden afvalinzameling. In alle fabrieken staan daartoe 4 verschillende verzamelcontainers. De spullen klaar gaan zetten voor morgen. Ja. Ja? Ja. Brek. Voor de klanten van Redland is een exacte levertijd steeds belangrijker geworden. De bestelde dakpannen moeten op het juiste moment op de bouwplaats worden afgeleverd. Dankzij een goede orderbegeleiding en logistiek worden fouten of onvolledige leveringen nagenoeg uitgesloten en kunnen de dakpannen stipt op tijd geleverd worden. Al die dakpannen moeten natuurlijk wel eerst verkocht worden. We werken hier met een enthousiast verkoopteam om alle Redland dakproducten te verkopen. Goedemorgen, Redland Dakproducten. U spreekt met Mariska. Goedemorgen, meneer Houtstra. Een ogenblikje alsjeblieft. Ik zal eens even voor u kijken. Alle Redland bedrijven in Nederland kunnen gebruik maken van gecentraliseerde diensten die gevestigd zijn in het hoofdkantoor in Montfoort. Zoals productontwikkeling, kwaliteitscontrole, administratie, marketing, milieuzaken en personeelszaken. In een centraal computersysteem worden de gegevens van klanten, voorraden en bestellingen verwerkt. Meneer Houtstra? Hou maar rekening tegen. Die hebben we op voorraad. Wanneer wilt u dat we ze leveren? Morgenmiddag? Ik zal eens even kijken. 2 uur. Zorgen we voor. Oké, geen probleem. Bedankt voor de opdracht. Tot ziens. Dag meneer Houtstra. Redland is een bedrijf waarin vakmanschap, toekomstgericht beleid, laag neergelegde verantwoordelijkheden en flexibiliteit de basis vormen. De enthousiaste samenwerking van alle Redland-mensen maakt het mogelijk producten en diensten te leveren van een constante, hoge kwaliteit. Dat weten de klanten van Redland te waarderen. Maar klanten hechten ook grote waarde aan de goede relatie die Redland met hen onderhoudt. Zo werkt het bespreken van daktechnische problemen en oplossingen
veranderende bouwvoorschriften of vernieuwde vormgeving inspirerend voor zowel de klant als voor de mensen van Redland. De mensen van Redland Dakproducten. Zij zijn het die dit alles mogelijk maken. Daarom wil Redland ook op langere termijn zekerheid bieden aan haar medewerkers en er alles aan doen om voor hen een veilige, gezonde en prettige werkomgeving te scheppen.